Facebook is niet voorgetrokken. Dat was de kern van de boodschap van het kabinet vanmiddag, toen er vragen werden gesteld in de Tweede Kamer over de kwestie datacenter Zeewolde. Wie een stroomaansluiting wil, moet achter in de rij aansluiten. Maar voor Facebook was het zo geregeld. Corona heeft de toerisme- en recreatiesector in Flevoland geen goed gedaan. En door de maatregelen ging een congres voor de branche in Lelystad gisteren ook al niet door. Maar er was een goed alternatief gevonden in een koffertje. En het handhaven van coronaregels is lang niet overal een taak van professionals, zoals politiemensen en beveiliging. Zeker bij de sportclub zijn het vrijwilligers die aan de poort staan. En die hebben wel een grote verantwoordelijkheid, merken ze ook bij AV Spirit in Lelystad. Het is dinsdag 7 december, dit is Flevoland. Goedenavond. Het datacenter van Meta in Zeewolde kreeg geen voorrang op het stroomnet. Dat zei minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag in de Tweede Kamer. Vrijdag bracht NRC op basis van vrijgegeven documenten dat het kabinet een aansluiting regelde voor het toekomstige datacenter in Zeewolde, ondanks de tekorten op het stroomnet. De minister ontkent dat dus vandaag. Er is geen voorrang verleend aan Facebook. Nederlandse elektriciteitsnet kent een aansluitplicht voor iedereen die daar een aanvraag voor doet. Het verzoek dat op het bureau van mijn voorganger Wiebes terechtkwam, was of er de mogelijkheid bestond voor een directe aftakking van het hoogspanningsnet. Dus dat is geen voorrang, dat is een ander soort aftakking. Toch zijn veel partijen hier niet direct van overtuigd. Ze zien het toch als voortrekken van grote partijen. Als je Facebook bent, of zoals ze tegenwoordig heten, Meta, dan bel je met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Je dreigt met economische gevolgen, je zet de boel onder druk en dan krijg je in principe je zin. Wat was de betrokkenheid van Wiebes hierbij? Waarom kwam hij persoonlijk tot dit oordeel dat hij dat moest nemen? Volgens minister Blok kwam voormalig minister Wiebes in beeld omdat hij een vraag kreeg van de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. Dus werd de vraag gesteld aan de minister, wilt u de aftakking mogelijk maken? Daar gaat die minister over, niet over andere onderdelen. En op die vraag heeft hij, omdat de wet die mogelijkheid biedt, positief gereageerd. In het debat kwam ook de vraag naar voren waar het ministerie nu precies verantwoordelijk voor is. En waarom sommige grote besluiten lokaal worden genomen. Is het natuurlijk best wel vreemd dat dit soort besluiten vaak veel lokaler belegd zijn dan voor veel andere besluiten die we maken rondom de energietransitie. Op korte termijn komt daar een brief over van de collega-staatssecretaris van Energie en de minister van Binnenlandse Zaken. En ik denk dat het ook goed is om op dat moment dat uitgebreide debat te voeren, want dat is inderdaad relevant. Want welke rol heeft Den Haag? Als het aan John Buijl van het Pericles Instituut ligt, ligt er zeker een taak voor de Rijksoverheid. Sterker nog, de Rijksoverheid hoort aan tafel te zitten bij de onderhandelingen met Meta en moet ook meer initiatief nemen, vindt het instituut. Gemeenteraadsleden worden geacht als parttimer te functioneren. Zelfs in de grote stad is het de bedoeling dat ze er hooguit 20 uur in de week aan besteden. In de grote steden is dat zo, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En in Zeewolde is dat 8 tot 12 uur of zo. En je dan in te gaan lezen in al die stapels documentatie, ja, dat is niet te doen, niet zonder ondersteuning. De gemeente Zeewolde versus Facebook. Het is volgens John Bell een soort David tegen Goliath. Daar moet de gemeente hulp bij krijgen van de Rijksoverheid. Nou, hier hoort rijksbeleid op te zitten. Al is het maar omdat je er niet aan ontkomt dat hier ook wetgeving voor nodig is. En gemeenten kunnen met verordeningen heel veel doen. Datzelfde geldt voor provincies. Maar als het gaat om wetgeving, dan heb je toch echt het Rijk nodig. Daarnaast, dit zou ook wel eens een precedent kunnen zijn voor datacenter of andere grote projecten in de rest van het land. En dan zou het toch heel gek zijn dat het in Groningen of in Friesland anders wordt georganiseerd dan in Zeewolde. Zeker met dit soort grote partners. Dus heb je het Rijk al heel gauw nodig om dingen in te regelen. En die hoort daar dus in tafel te zetten. Die hoort ook veel meer initiatief te nemen dan dat het nu doet. Maar zover is het nog niet. De gemeenteraad is aan zet en wil volgende week een besluit nemen. John Bell heeft 2 tips aan de gemeenteraad van Zeewolde om alsnog goed voorbereid te zijn. Tijd nemen en je goed laten adviseren. En ook ervoor zorgen dat je die adviseurs ook krijgt. Het is eigenlijk heel raar dat in ons systeem de gemeente Zeewolde hier alleen in staat. Want zeker met zo'n datacenter van Meta, van Facebook,
Heeft natuurlijk repercussies voor het hele land. Het energieverbruik is gigantisch. Dat moet ergens worden opgewonden. Waarmee ze het gaan doen. Die dieselgeneratoren, windmolens of zonneweiders, die komen echt niet alleen in Zeewolde te staan. Dus het is echt een bovenregionaal dossier. Iets wat de gemeente Zeewolde niet in zijn eentje op zou moeten lossen. Het aantal ziekenhuisopnames door een ernstig verloop van COVID-19 in Flevoland is afgelopen week flink afgenomen. 48 Flevolanders werden in het ziekenhuis opgenomen. Vorige week waren dat er nog 76. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. 6 Flevolanders zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om 3 Lelystedelingen, iemand uit Noordoostpolder, een Almeerder en een Drontenaar. Het aantal coronabesmettingen in Flevoland is ten opzichte van vorige week iets gestegen. Ruim 3500 Flevolanders testten de afgelopen week positief op COVID-19. De week daarvoor waren dat er 57 minder. Een 23-jarige Almeerder en een man van 25 uit Rotterdam mogen de komende 5 jaar niet meer motorrijden, omdat ze in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden. Daarnaast moet het duo 2 weken de gevangenis in en krijgen ze 2 maanden voorwaardelijke celstraf. Op beelden van vorig jaar zomer is te zien hoe de motorrijders snelheden halen van boven de 250 km per uur. En het Flevo ziekenhuis in Almere is opnieuw 1 van de 10 best beoordeelde ziekenhuizen van Nederland in de ranglijst van Zorgkaart Nederland. De lijst is gebaseerd op beoordelingen die het afgelopen jaar bij de organisatie binnenkwamen. Welke plek het ziekenhuis precies heeft, wordt niet bekendgemaakt. Bij de klinieken behoort de Hartkliniek in Lelystad ook voor de 2e keer bij de beste van Nederland. Geen congres in het Aviodroom in Lelystad, maar wel een rolkoffer vol met verrassingen. Door de huidige coronamaatregelen kon het vrije tijdscongres van Visit Flevoland gisteren niet doorgaan. Maar de 150 deelnemers kregen wel een attentie. We hadden elkaar anders gezien op het congres, hè? Zeker. Ja, dus we vonden het jammer dat het niet doorging. Gedeputeerde Job Fakkeldij deelde de koffers uit aan de deelnemers. Normaal gesproken dus een vol AVO-droom, maar dit is volgens Fakkeldij een goed alternatief. Eerlijk is eerlijk, het kon gewoon niet. Dus heeft Visit Flevoland een heel mooi alternatief ontwikkeld, waarbij wel de belangrijke boodschappen die je zou kunnen leren van het congres opgenomen zijn. Eerst een half uurtje congres wat je af kunt kijken. En de komende 2 weken nog videopodcasts. En we hopen met het koffertje en met alles wat erin zit, ja, toch ook een beetje bij te dragen aan die ontmoeting. Al moet dat nu even zo. Het Vrije Tijdscongres is bedoeld om Flevoland als bestemming nog aantrekkelijker te maken. En dat is heel belangrijk, vindt Tom Bremer van Tom's Creek. Het is voor mij dus heel belangrijk, zeg maar, om samen met andere ondernemers geïnspireerd te raken. En om de samenwerking te zoeken. En dat vind ik heel belangrijk aan zo'n congres. En hier in Flevoland zijn de lijnen kort, maar je moet elkaar toch zien en ontmoeten en elkaar inspireren. Door de coronapandemie wordt er momenteel minder gereisd, maar dat betekent niet dat Visit Flevoland stil kan blijven zitten. Uiteindelijk gaat dat natuurlijk weer gebeuren, vroeg of laat. En ja, voor nu, ik zou haast willen zeggen, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar daarmee zou ik Flevoland echt tekort doen. Want Flevoland is gewoon echt een fantastische bestemming om naartoe te gaan. Ook al zouden we wel verder mogen reizen. Iedereen moet Flevoland echt 1 keer gezien hebben, want dan kom je absoluut weer terug. Er is een droom uitgekomen voor handbalkeepster Yara ten Holte uit Almere. De 22-jarige ten Holte heeft namelijk haar debuut gemaakt voor Oranje. Ten Holte maakte haar debuut tijdens het WK handbal dat op dit moment gehouden wordt in Spanje. Een van de andere 3 keepsters, Rinka Duindam, verliet net voor de start van het WK vanwege privéomstandigheden de selectie. En dus greep de Almeerse haar kans. Na de Olympische Spelen was ik wel klaar voor de volgende stap, dat je echt je debuut maakt op het grote toernooi. Dat was natuurlijk in Tokio nog niet gelukt. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik hier nu mag staan. En is het natuurlijk snel. Ik ben nog steeds jong, 22 jaar. En mag nu hier op het grote podium laten zien wie ik ben. En dat is natuurlijk wel sneller dan ik had durven dromen. Ten Holte speelt in de Duitse Bundesliga bij Borussia Dortmund. Dat is al een hoog niveau. Maar spelen voor Oranje is voor haar echt bijzonder. Ja, heel speciaal. Hier heb ik al als klein meisje heel veel van gedroomd. En voor de wedstrijd was er nog een hele ontspannen sfeer. Maar zodra je het veld oploopt en het volkslied klinkt, ja, dan gaat de kippenvel wel over mijn hele lijf. En was een heel mooi moment. De Almeerse maakt grote stappen en zit in een goede fase van haar handbalcarrière. Vorig seizoen in de Champions League was alles nieuw voor me. En merkte je ook van,
oh, ik moet nog een hoop leren. Maar ik merk dit seizoen al in de Champions League dan dat ik die stappen aan het zetten ben en dat ik leer van elke wedstrijd. En dat zelfvertrouwen vanuit de Bundesliga, vanuit de Champions League, kan ik ook meenemen naar het Nederlands team. Ten Holte maakte minuten tegen twee kleine handballanden, Puerto Rico en Oezbekistan. De Almeerse kreeg de kans om zich in deze wedstrijden te laten zien. Maar Tess Wester is de vaste keeper van Oranje en zal de komende wedstrijden hoogstwaarschijnlijk op de goal staan. Dus is het nog maar de vraag hoe vaak we Ten Holte dit toernooi nog echt onder de lat zullen zien. Van tevoren had ik gezegd ik wil graag minuten maken op het toernooi. Dat is al gelukt en nu wil ik gewoon de kansen die ik krijg wil ik gewoon pakken en laten zien dat ik er ben. Maar op het moment dat Tess op doel staat wil ik gewoon dat Tess goed speelt en dat we als team goed spelen. Maar ja, als de kansen komen dan wil ik er gewoon staan. En daar probeer ik mezelf ook scherp op te houden. Misschien dat er niet veel kansen komen omdat nu de echte wedstrijden gaan komen. Maar op het moment dat die er komt dan wil ik er gewoon staan. Ja, Han Dijkstra in een online gesprek met Yara ten Holte uit Almere. Alle wedstrijden van het Nederlands handbalteam zijn te zien bij Ziggo Sport. Het bestuur van atletiekvereniging Spirit in Lelystad vindt het lastig dat de vrijwilligers van de club opdraaien voor de handhaving van de coronamaatregelen. De vrijwilligers komen voor moeilijke beslissingen te staan, zoals leden verbieden het terrein op te gaan. Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij proberen te handhaven daar waar mogelijk. En op het moment dat die vrijwilligers daar problemen mee krijgen met ouders of sporters, dan moeten wij als bestuur daar backup aan geven. En dat hebben we helaas één keer moeten doen. Daarbij hebben we één iemand een verbod op het terrein gegeven voor een periode van 3 maanden. Eigenlijk staan de vrijwilligers er volgens de vereniging vooral om kinderen een stukje plezier te geven en om ervoor te zorgen dat ze kunnen bewegen. Maar nu komt de handhaving van de maatregelen ook op hun bordje. Je ziet dat het lastig is voor vrijwilligers om dat extra takenpakket erbij te krijgen van het handhaven van de coronaregels. En helemaal als het elke 2-3 weken verandert. Er is een boel onbegrip in de wereld, maar daar kunnen de vrijwilligers niks aan doen. Zij maken het beleid niet. Er wordt alleen gevraagd of ze het willen naleven en ze krijgen een heleboel gedonder over zich heen. En dat is wel heel lastig. En dus niet iedereen houdt zich aan de regels en dat stelt het bestuur voor lastige keuzes. Want risico's lopen op een boete vanuit de overheid willen ze niet. Ik denk dat de overheid duidelijk is geweest en wij conformeren ons aan datgene wat de overheid ons vraagt. Een boete kost €2500. Als je die krijgt, dan is dat een flinke aderlating voor een vereniging. En dat willen we altijd voorkomen. En aan de andere kant willen we graag blijven sporten. Willen we graag de mensen blijven faciliteren. Immers aan allebei de kanten van het spectrum hebben we mensen die er anders over denken. Er zijn mensen die het graag strenger zien. Er zijn mensen die het graag minder streng zien. Als we een van de twee groepen tegemoet komen, dan doen we de ander tekort. Dus vandaar kiezen wij voor een handhaving zoals dat door de overheid neergelegd is. We gaan richting de feestdagen en dat betekent dat er verschillende acties voor goede doelen zijn. Zo werd er vanmiddag 500 tassen met kleding weggegeven in Lelystad. Hallo. Hi lieverd, welke maat heb je nodig? De kleren werden weggegeven door Stichting Mila, die de spullen van een andere stichting had gekregen. Want eigenlijk was de kleding bedoeld voor mensen in Gambia, maar vanwege de coronamaatregelen kon het daar niet naartoe. Met mijn vrijwilligers hebben wij dat allemaal gesorteerd in maten. En toen heb ik een oproep gedaan aan alle moeders die een kind hebben gekregen gedurende de pandemie. Dus alle baby's die geboren zijn durende de pandemie, die ouders kunnen gratis, of oma's kunnen gratis een tasje met noppieskleren komen halen. Maar ik heb ook zwangerschapskleren, dus de zwangere vrouwen, vooral in Lelystad, die kunnen ook allemaal naar ons winkeltje komen en een gratis noppies zwangerschapskleding halen. Romein koos er bewust voor om kleren weg te geven aan vrouwen die tijdens de pandemie een kind hebben gekregen of momenteel zwanger zijn. Omdat ik me kan voorstellen dat ze het heel zwaar hebben gehad. Ja? En als je nu zwanger bent, dat je het nog zwaar hebt. Dus het is een soort van een gift, een troost, hè? Voor de Lelystedelingen, de zwangere vrouwen en de baby's die zijn geboren. Het initiatief werd omarmd door vrijwilligers en buurtbewoners. Ik heb een verrassingspakketje voor mijn kleindochters. En wat hoopt u dat erin zit? Ja, het is iets van kleren, dus ik hoop dat het past. Heel goed, ja. Ik heb net heel veel uitgedeeld al. En de mensen zijn hartstikke blij. Ja. En denkt u dat ze er blij mee zijn? Nou, ik denk het wel. Alles wat kleren is nieuw, dat vinden ze leuk.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kampen met leerachterstanden door de coronacrisis. Sommigen liggen zelfs een jaar achter met hun Nederlandse leesvaardigheid. In onze rubriek Na het Nieuws gaan we op zoek naar de gevolgen van zo'n achterstand. Heb jij de tekst al gelezen? Nee? Jij, Joël? Zullen we hem lezen? Lees jij eerst een stuk hardop? Ja hoor. Jij begint. Jij hebt de mooiste stem. Het is een wolvin toch gelukt om door een gat het gebied binnen te sluiten. Wat ik merk, met name het begrijpend lezen, het een tekst tot je nemen en dan begrijpen wat er in die tekst staat en verbanden kunnen leggen, vragen kunnen beantwoorden, dingen daaruit destilleren, een tekst inkorten tot twee regels. Dat is wel een dingetje geworden. Leerling Javet is blij met de hulp die hij krijgt van Huis voor Taal in de Meerpaal in Dronten. Ik kom zeg maar om huiswerken samen te maken met Alain. Want er zijn een paar dingen zeg maar dat ik dan niet snap. Ja. En heeft het dan te maken ook met taal? Soms heeft het wel met taal te maken of zo, maar niet meestal, niet vaak. Om mee te kunnen doen en om de wereld te kunnen begrijpen, moet je kunnen lezen. Wat ik zie bij mijn eigen kinderen, dat heel vaak als ze iets goed gelezen zouden hebben, zouden ze vragen die daarover gaan, zouden ze kunnen beantwoorden, denk ik. Terwijl ik nu zie dat doordat ze niet lezen of heel diagonaal, heel snel, dat ze die vragen niet begrijpen, dat ze hulp zoeken. Bottom line, ze zijn 5 keer zo lang bezig als nodig. Dus ze verliezen concreet heel veel tijd door dingen niet op de juiste volgorde, met de juiste aandacht te doen. Lezen helpt ook om je woordenschat te vergroten. Het was niet zo, ik was niet zo goed met me. Ik had weinig woorden, ook om zinnen te maken. Gewoon zinnen die kloppen. Zijn er problemen waar je dan tegenaan loopt? Ja, bijvoorbeeld bij een soort vragen die je in een toets kunt voorkomen, waarbij je niet snapt een woord in een vraag die wordt gesteld in de toets, zeg maar. En daarom dat ik bij Meerpaal ook bijlessen krijg. Maar nu is het al beter. Tegenwoordig in de flow waarin die kinderen zitten en ook de leraren waarin dat hele schoolsysteem draait, is er op school, en ik merk het hier ook aan de feedback van de kinderen, is er weinig persoonlijke aandacht voor leerlingen, gemiddeld gesproken. Dus ik denk dat is toch een mindset change die er plaats moet vinden om toch in dat leesachterstand gebeuren, om daar vanuit de privésfeer in combinatie met de school, om daar een soort teamwork van te proberen te maken. Maar hoe dat precies moet, dat antwoord heb ik nu ook niet paraat. Demissionair onderwijsminister Arie Slob ziet het probleem ook al een tijdje. Maar volgens de stichting Lezen is het nu vooral wachten op een nieuw kabinet voor het aanpakken van de leer- en leesachterstanden. En dit was Flevoland voor vandaag. Al het nieuws uit en over Flevoland dat niet in deze uitzending zat, vind je op onze site omroepflevoland.nl. En morgenochtend vanaf 6:00 dan staan Joliene Dalstra en Leo Schouwenaar klaar voor Dit is Flevoland op woensdag. Een fijne avond en heel graag tot morgen.